Oké, ik ga het je vertellen. Ga liggen, Kil. Liggen? Ja, Kil, ik lig. Oké. Doe je ogen dicht, hè? Ja. Oké, let op. Dus je staat op die brug. Je kijkt uit over de stad. Je voelt die wind in je haren. Je kijkt naar beneden, naar het water. Volg je me nog? Ja, man, ik volg je. Ai. Fuck, waar was ik ook weer? Oh ja. Dan komt het moment dat je op die reling gaat staan, weet je wel. En dan komt eigenlijk die adrenaline, weet je. Dat is het moment waarop je echt bang wordt. Want je wilt wel springen, maar je bent ook bang voor de gevolgen. Ik bedoel, misschien breek je wel wat, Kel. Wat je nodig hebt, is dat ene moment van onnadenkendheid. Met je hele verstand op nul. Geen besef. En dat je dan, bijna zonder dat je het zelf doorhebt, er gewoon voor gaat. En dan zit je in de lucht. En dan komt je besef weer terug, Kel. En dat is zo fucked up, want dan word je weer bang. Maar je weet ook dat je er nu wel voor moet gaan. Want als je nu gaat tegenstribbelen, dan kom je fout terecht. Dan breek je alsnog wat en dan is het allemaal voor niets geweest. Dus je gaat in perfecte houding. En dan kom je neer. En dan ben je onder water. En dan besef je dat het gelukt is. Dat gevoel. Pure vrijheid. Begrijp je het nu? Oh shit. Het is 12 uur, ouwe. Gefeliciteerd, gek. Nog? Ja. Wat? Oh fuck, ouwe. Dan moeten we gaan, Kil. Gaan? Hoezo? We hadden 11 uur afgesproken. Oh shit. Let's go. Let's go! Gefeliciteerd, ouwe. Ah, ik maak later maar op, ouwe. Doe geen moeite. Hé, hey, was een goed avondje. Ja, oké. Is lekker. Waar was jij vannacht? Vind jij dit normaal? Ik zeg, vind jij dit normaal? Ik werd gek van ongerustheid, weet je dat? We hadden bijna de politie gebeld, toch? Ja, we zouden de politie bijna bellen. En je komt
gewoon niet thuis. Het is nu 9 uur. Jij bent niet goed bij je hoofd. Jij denkt alleen maar aan jezelf. Ik heb jou de hele nacht geprobeerd te bereiken. En ineens geef je niet thuis. Hoe is het mogelijk? Je bent de hele dag altijd bezig met je mobieltje. Je mist geen berichtje. Ik kan niet eens een normaal gesprek met je voeren, want je zit maar te kijken, want je zou toch eens eventueel wat missen. Waar ben je mee bezig geweest? Je bent niet ergens gaan slapen, zo ziet het er niet uit. De komende 14 dagen ga je even helemaal nergens heen. Je komt gewoon thuis en je gaat aan je huiswerk en verder even helemaal niks. Mooie versiering. Hoezo? Vier mijn verjaardag toch ook niet? Tijmen, deze jas stinkt naar bier. Hoeveel heb jij gedronken vannacht? Een paar biertjes. Ben je ook dronken geworden? Een beetje. Volgens mij hadden we hierover een hele duidelijke afspraak. Ik ben 17. Ja, 17, ja. En de wet is nu veranderd, nu moet je 18 zijn. 16 vond ik al een belachelijke leeftijd. Ik wil het niet hebben. Ja. Ik wil het niet hebben. Ja. Was hij het vergeten? Nee, man. Hij vond het gewoon onnodig. Waren ze nog boos? Ze denken dat ik nu naar de Appie ben. Dus je komt vanavond ook niet? Natuurlijk wel, dat is een barbecue, man. Dat mag wel. Dat het komt goed. Oké, waarom ben je er zo lang over? Let's go. Let's go, boys.
gebeurt er nou? Ja. Nu niet meer piano spelen, Tijn, daar is nu veel te laat voor. Ga even je boek lezen, heb je het al uit? Was gisteren nog. Was wel lachen. Niks met je pa gedaan. Nou, ik was nog thuis gekomen, maar toen was hij er niet. Ja. Voor die man besta ik gewoon niet meer. Ik vraag me wel eens af wat er zou gebeuren als ik er gewoon niet meer was. Als ik gewoon zou weglopen. En? Nou, echt. Bar weinig, man. Ik denk helemaal niks. Hij was serieus overwogen om weg te lopen. Ja. Weet je wat het is? Hier verandert er dan niks. Waar zouden we heen gaan doen? We. Nou, wat, wil je mij achterlaten? Ja, cool. Berlijn. Berlijn. Dus je hebt mijn boek gelezen. Natuurlijk. Zou je echt meegaan? Ja. Ik zou je wel eens even een tijdje weg willen. Wat is dit nou? Het is toch een teringzooi? Dat hangt hier toch allemaal? Het is hier toch geen hotel? Nee! Hallo? Ik ben doof, oké? Ik praat tegen je, man. Hoor je me niet zelf? Het is hier totale teringzooi. Ik werd me helemaal uit de naad, ja? En dan kom ik thuis en dan is het zo'n rommel, man. Wat doe je de hele dag? Het is hier geen hotel. Elke keer kom ik thuis, ja, en dan zit je van die kutboekjes te lezen en naar die kutmuziek te luisteren. Echt, man, je doet helemaal geen fuck. Hou je bek, man! We staan niet voor jou, behalve als er shit moet gebeuren. En jij bent er nooit. Het boeit je geen flikker wat er met mij gebeurt. Je loopt de hele dag te blowen en te drinken met die kutvrienden van je. Je bent een vieze junkie geworden, man. Probeer eens door te gaan met je leven, sukkel! Ging hard aan toe net. We gaan. Wat bedoel je, we gaan? We doen het vanavond naar Berlijn. Gast, je weet toch zelf ook wel dat... Ik zei dat je mee zou gaan, man. Ik ben gewoon een beetje gefrustreerd. Mijn ouders bedoelen het wel goed. Dat ik zeg dat ik het zou willen, dat betekent ook niet dat je het echt moet doen. Je beseft wat voor gevolgen. Fuck de gevolgen, man. Ik haat mijn pa. Als jij tot je 30ste in een fucking internaat wil leven als een pussy, doe het lekker. Ik ga vanavond weg.
dit al verwacht, man? Wat? Begrijp je het nu? Maar kijk, waarom ik dit verhaal vertel. Eigenlijk is het hele leven gewoon een hoge brug waar je vanaf moet springen. En die cyclus van bang zijn, maar uiteindelijk die split second dat je even niet nadenkt en het uiteindelijk toch doet. Ja, dan maak je gewoon de beste beslissingen, man. Maar je moet wel springen. Je moet springen, anders krijg je spijt. Ik was het even kwijt, ouwe. En? Hij vond het gewoon onnodig. Wat? Wat? Voor jou.
Ja, ik ben hem dan kwijt. Ja, maar hij heeft het even goed in. Kijken naar links, gewoon. Links. Jezus. Oké. Als jij 30 jaar in een fucking internaat wil zitten als een ka- Het is ook grappig. Ga mee. Jezus! Ruk een B-acteur, man! Ja? Ja!